160 pk. 160 pk. Oh. Bij 220 toeren. Ja. De diameter van de cilinder van de zuiger is 400 mm. Oh. De slag is 650 mm. Ja, ja. En deze motor is het enigste exemplaar op de wereld. Er is er maar één gemaakt en dat is deze. Ja? In de oorlog hebben ze hem gemaakt. En wordt deze dan mee zijn? Dien is daar. Wordt deze met die motor? Wat staat er? Nou, het is, hij was bedoeld voor een scape. Ze hebben één cilinder gemaakt, dat is deze. En nog drie, vier cilinders. Eén cilinder, ja. En toen ben ze met de productie gestopt. Hij is 6,5 meter hoog. Ja. Weegt 25 ton. God, en na de oorlog kwamen die Amerikanen met die snellopers en die wogen 1500 kilo. Ja, ja, ja. Dus dat is een hele verkeerde zet geweest. Dus ze zijn er gelijk mee gestopt. Deze is naar de Technische Universiteit gegaan in Delft. Ah, oh, zo. En dan konden die studenten hem uit elkaar halen. En we hebben, hij is nu in reparatie. Dus. Ik hoop dat hij van de week weer draait. Ja. Dus ik krijg hem ook in de gang. Ja. Oh, dat is wel belangrijk, ja. Dat hij laat dat loopt. De lager lag eruit. Oh, de lager lag eruit. Ah, zo. Hoe vind jij? Eén cilinder en dan? Hij is 160 pk. 160 pk. Oh. Bij 220 toeren. Ja. De diameter van de cilinder van de zuiger is 400 mm. Oh. De slag is 650 mm. Ja, ja. Dus, dan kun je een fikse pannenkoek opleggen. Oh. Deze motor, dit was Nederlands eerste motorenfabriek. Oh. En die ben in 1890 begonnen. En daarvoor maakten ze broodkneedmachines, naaimachines en fietsen. Nou ja. En ze zijn in Utrecht begonnen. En in Leiden 1970 gestopt. Ja, ja, ja. Als hij lang stilstaat, moet hem door mee slingeren, moeten we hem eerst even een beetje die mering erin drukken. Andere kant op. Om de olie even door de lagers heen te drukken. Nou ja. Moet even in me gelopen. In een bepaalde startpositie. Nou ja, dat was vroeger met een oude lans. Spar had ook zijn oude lans, die moest je en liep je ooit terug uit. Ja, je kunt voelen aan deze klepsloten staan, die moet losdraaien. Ja, ja. Dan staat hij goed. Compressie in de trek. Nou, ik start hem op lucht, dus. Zo. Oh. Dus hij moet in een bepaalde stand lucht op de zuiger. Ja, ja, ja.
loopt mooi. Dat loopt echt mooi. Hè? Deze tijd rond de 350, 400 toeren, toch? De eerste keer, Maar ze hebben hier in polders gestaan om het polderwater naar de ringvaart te polderen, te pompen. En ze zijn nu op het ogenblik met al die gemalen alles aan het elektrisch maken, ombouwen. Ja, ja. En dit type halen ze er dan allemaal uit. Ja, hij is vrij. En wat is dit van een motor? Dit is een scheepsmotor. Scheepsmotor? Uit een boot vandaan. Ja, maar je moet hem wel op nul hebben. Ja, oh. Nou, deze staat wel vrij. Ja, maar ik ken even de klep waar de lucht op komt. Verkeerd staat. Deze even open. De nul. Ja, jij weet het. Zo. Is deze nog groter dan? Nou, nou staat hij goed. Ja, oké. Okay. Waar voel je het verder aan? Hè? Waar voel je het verder aan dan? Hè? Dat je. Als deze los is. Oh, die. Ja, oké. Okay. Nou, ik voel nou, dat. Ja, dat komt op dezelfde manier. Ja. Welke cilinder is dit?
Welke cilinder is dit? Dit is gewoon nul. Maakt niet uit verder. Nee. Okay. Nou, omdat het rode streepje is weg, maar dat geeft niet. Nee, maar als je hem weer in de slag in de mond doet, dan staat hij ook weer op nul. Maar dan staat hij vast. Dan staat hij vast, ja, inderdaad. Ja, er zit nog geen lucht op. Oh. Moet je pak je fatigue al af? Ja. Oh. Oké, niet meer van de tank af. Ja. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Zo. Nee, zelf niet, nee. Nee. Melkmachine motors. Dat is pabbel voor iedereen. Melkmachine motors. Dat is oud. Dat is ook weer in de center van Renesh. Net als die petroleummotor. Er staan hier ook van hetzelfde merk een aantal. Ja, ja. Dit zijn echt scheepsmotoren. Kan je ook zien aan de. Dit ook? Ja, aan de koppelingen die eraan vastzitten. Waarmee je de schroefas ja, ja. Ook om kan draaien. Zonder dat de motor eigenlijk andersom hoeft te draaien. Want dat had je vroeger ook nog wel gedaan.
moest de motor anders omdraaien. En deze, dit zijn... Dat is nog eentje uit de tijd van Ruud Lubbers. Van Hollandia. Hollandia? Ja. Hoe werd dit gebruikt? Of een schip? Of? Ja, die is in de boot gedaan. Een rare motor, hè? Ja. Ik wil niet zeggen dat dit de motor is van de weg. En nee, bitter. Ja, we hebben vroeger melkmachine liggen bij ons, zoiets. Ja. Dat wou ik net vertellen. Dus, ja, dit zijn allemaal kleine motortjes die veel bij melkmachines draaien. Stonden vroeger bij ons, vroeger hadden ze een melkwagen zelf gemaakt en had je ook zo'n ding in staan. Ja. Klopt. Pop, 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 pop. Marke, druk zo. Ook scheepmotor? Ja, allemaal zijn allemaal scheepmotoren. Dat is een Deense bouw. Industrie, Nederlandse, ook nog een Nederlandse motorenfabriek, Alphen aan de Rijn. Diverse soorten. Ja. Dat is ook een industrie, die groene, dat is een viercilinder, die is wat moderner. Ja, dat is nog iets. Die hebben we ook laten draaien, maar het is een beetje een onbalans. Oh, zo. Dus ik trilt te veel. Dat doen we maar niet meer. Ja. Dat is een mooie. Ja, die kan ook. Dat is een Engelse machine. Rusten. Ja, slagmachine. Deze, kijk. Hier staat een bepaald kenmerk op. Oh. Dat is ook een startstand. Hij staat nu op de X. En hij moet naar de nulstand toe. Oh, dan moeten we het vliegwiel even één slag ronddraaien. Oh. Dat is een goed vliegwiel. Ja. Ja, vroeger had je natuurlijk de één grote motor voor diverse machines. Mm-hmm. Met een grote band. Hier op dit wiel. Tegenlicht. Ik weet niet of hier. Even kijken. Ja, hier staat het kenstartmerk. Ja, ja. Spanning gaat die een bepaald toerental maken. Ja.
ook, die heeft ook nog wel een tijdje terug gedraaid. Ja, ja. Ja. Die starten we met, weet je, van die vonkhoutjes. Oh. Ja. Ik moet ervoor gloeien eigenlijk. Oh, vonk nee, hoeft niet. Hoeft niet. En dan was dat toch? Dat was ze. Heel een oude. Ja. Hoe kom ik weer aan die machines aan? Hoe? Ja, dat is dat was de basis van het museum. En ah. Hij heeft. Is er meer begonnen eigenlijk zo'n beetje en zo? Nee. Zijn werk was altijd scheepsmotorenrevisie. Ah, zo. Motorenrevisie. En ja, dat deed hij al. Als je dat 45, 50 jaar doet, ja. Dan bouw je natuurlijk ook je net allemaal in. Inderdaad. Heeft er nog wel liggen. Ja. Ja, leuk. Maar die hadden jullie ook gerestaureerd of een niks? Nou, knap was een beetje op. Ja, ja, die schilderde een beetje op. En ja, nou, ja, nee, deze loopt niet meer. Nee, nee. Maar dat gebeurt met al die oude motoren. Ja, nee. En sommigen proberen weer een praat te krijgen en anderen weer niet. Ja, ja. Dat lukt gewoon niet meer. Nee, daar zijn geen onderdelen maar voor, denk ik. Ja. Vroeger nog maar druk, ja. Brandblussers. Allemaal brandblussers. Zijn allemaal afgekeurd, hoor. Ja, dat is al, ja. Niet mogelijk, maar zolang, meegelen, dan zijn ze op. Ja. Boomzaag. Oh, ja, dan moet je met drie man bedienen. Een stukje veiligheid ook zit er aan. Ja. Moet je er nog in. Ja. Ja, dat zijn echt monsters. Als je daar wat dingen verkeerd bij doet. Ja, dat is. Dat kun je aardig probleem. Dat zal wel zagen winnen. Hè? Ja. Die ze zo door. Ja, hoor. Dus een wedstrijd met zagen in Amerika, die groot. Ja. En nooit gezien? Ja, inderdaad. Waar hier te gaan maar liggen. Ja, dat is ook. Ik weet niet of u het. Dit is in de zee gevonden dan, hè? Nee, heeft u de krant vorig jaar een beetje gevolgd met het nieuws van ons? Oh, vliegtuigvlak. Ja. Oké. Okay. Hier vlakbij. Is zo'n vliegtuig is daar de grond in gegaan. Oh. En één vlieger is daar wel levend uitgekomen en de andere die konden het niet voor elkaar krijgen. Oh, en daar hebben ze ook resten van gevonden. Gevonden, ja, dat wil ik zeggen, ja. Ja, klopt. Heb ik toen iets van ze gezien, ja. Ja, en ze hebben hier vlakbij, hebben ze dat, al die opgravingen hebben ze helemaal gesaved en gesorteerd. Okay. Weer het Amerikaanse type, of niet? Ja. Mag hier eens. En vorig jaar of twee jaar terug was dat, voor de coronatijd eigenlijk al, toen kwamen hier mensen uit Leiden en ook de brandweermensen die daarmee gereden hadden. Oh, de brandweercommandant, dat was wel grappig en die heeft ook zijn helm meegenomen en hier naartoe gebracht. Ja, daar waren we wel blij verrast mee. Die kregen we toen van de desbetreffende persoon. Doet ze toch anders niet graag? Nee. Nee, nee, maar ze wisten dat de auto hier stond. Oké, en dan hoop ze bij. Ja. Wat een bol. Dat is een vliegtuig. Die heeft ook nog iets van 40, 50 meter gevlogen. Ja. Ik weet niet precies waar. Deze motor die komt bij Groningen vandaan, uit Haren.
Haren. Daar stond een drinkwaterpompstation. Ja. En die hebben ze ook helemaal gemoderniseerd en elektrisch gemaakt. En toen waren er een aantal van deze oude Stork driecilinder motoren. En eentje daarvan mochten wij hebben. En die hebben we toen helemaal in onderdelen hier naartoe gebracht. Oh. En weer helemaal opgebouwd. Ja. Dat is een hele machine. En hij draait ook gelijk met die grote Bolnes, die één cilinder, op zondag. Oh, jongen. Eén zondag in de maand. Deze kan ook nog lopen. Ja. Die heeft ook helemaal een eigen luchtvoorziening. Want die heeft een hogere startdruk nodig. Die start hem op rond de 30 bar. Ah, jongen. Dus hier staat ook die kant. Er staat ook een hele grote centrifugaalpomp aan. Ja, dat is daar nog wel zichtbaar. Dat blauwe. Dat is een hele grote centrifugaalpomp. Voor de drinkwatervoorziening. In de kop van de Noordkop van Nederland. Hoe lang bestaat hij dan? Want het museum? Zo heeft hij. Ik denk dat we nu 27 jaar, nee al meer, 29 jaar al bestaan. Meneer Zuur, de eerste aantal jaren bij de Dorpsraad, vet op het dorp. En die wordt zo of evenementen. Evenementen, ja. Bijvoorbeeld in Gorinchem. Okay. Daar heb je ook Leeuwarden. Waar het niet meer gebeuren. Dit is, zijn natuurlijk allemaal scheepvaart activiteiten. Wat zijn dit? Deze één cilinder, die ziet er zo uit. En als hij nou 50 jaar in het water gelegen heeft, dan komt hij zo naar boven. Oh, dat is dezelfde. Dat is dezelfde. Ja? Ja. Dat zou er wel eens aan. Ja. Deze is net iets slagkleiner. Dat is 6,5, die zijn 10 pk. Nou ja. Allebei. Maar die hebben ze in het IJsselmeer opgevist. Nou. In de roestige. Ja, zo'n zout. Ja. Ja, die tijd wel. Een schip gezonken of wat? Ja, het zijn allemaal kleine scheepsmotortjes. Motortjes. Allemaal. Kromhouts. Generatorcombinatie, noodstroomvoorziening, ja. Was het toen ook al. Dat was de grote maat die in de rug staat. Vandoren, Luc Vandoren. Heb ik 8 jaar gewerkt, had ik toen. Ja? Ik heb 3 jaar op de rijschool gezeten, toen heb ik in de fabriek. Ja. En toen moest ik productie in lassen, zeg maar. Dan ben ik die berg op begonnen. Okay. Toen ze meer zelf, ja, meer doen, hè, meer iets maken, zeg maar. Dat was altijd zelf, binnen dag, altijd zelf. Ja, een beetje op dat automatische piloot. Ja, dat is een oude dag lachen. Okay. Ik zag het helemaal zitten. En heb je bij Berkel gewerkt? Berkel heb ik 40 jaar gewerkt. Oké. Ik ben nog bij pensioen. Ja. Ja. Ja,
Dat zijn wij hier nog allemaal wel, hoor. Nee, ja. Ik loop hier even rond een keer. Oh, dat is natuurlijk. Ja. Ja. Dat zijn ook hele grote. Ja, zo was dat bij ons thuis ook. Vorig was doopsmid, hè, bij ons. Oké. Okay. Die deed half het dorp ook alles maken. Want smeden, met gebied snijden, snijbranden met gebied. Ja. Dit ding was ook helemaal verrot. Ja? Jawel, daar zijn we 2 jaar mee bezig geweest om het helemaal op te knappen. Ja, ja. Die motor, die staat ook in dat zwarte ding. Oh. In die zwarte auto. Serieus? Ja, die Simca. Oh. Die zijn waar. Die is van 1955. Ja, hoor. Ja, ja, ja. Ja. De werkplaats, ja, die was daar vroeger. De werkplaats? Maar dat waren vooral werk met riemen allemaal, hè. Dat had de ene grote motor, ene motor. Ja. Dat had die allemaal de riemen in zitten zo. Ja, waar alle machines liepen erop. Ja, dat is net als die rustig daar, ja, die schijf. Ja. Kort door alles heen gaan natuurlijk. Zo, dat is oud. Kijk. Deze deur kan ook wel goed, er zit geen middenspel in. Nee, ik ken dat. Oh, dat heb ik nooit gezien. Nee. Oh, dat is oud. Van 1955. 1955. Oh. Ja. Heeft nog meegereden met de rally, zeg? Nou, hij rijdt ook op de weg. Als moet. Ja. Ja, hoor. Als je deze deur dicht doet, hoor je ook weer dichtvallen. Ja, ja. Nou, dat is tegenwoordig niet meer. Nee, hoor. Dat blik. Dat is blik. Nou, een bromfiets. Samen in een bromfietsen. Allerlei types. Is dat geen kruidlag tussen, of wel? Sorry? Zeg, is dat geen kruidlag tussen? Die ken ik altijd vroeger. Oké, okay, ja, dat is al best. Zundap wel, ja. Zundap, zit er in de dag. Ja. Staat er geen kruidlag tussen? Nee. Er zit een dubbel... Een fiets van hout. Hey. Ja. Er zit een dubbel trapstel op. En heeft u een idee waarom dat is? Ik denk lichter trappen. Nee. Overbrengen, of niet? Ja, het heeft met overbrengen te maken. Als je 1 trap als je hebt en je gaat kracht maken, ja, trap je op de poot. Omdat het hout is. Ah, zo. En nu, door die dubbele assen, kan je de krachten verdelen. Ja, ja. En dan blijft hij wel heel. Ja. Dat is toch niet normaal, hè? Een henkel. Oh, een BMW, die maakt die dingen op. Nee, het is een henkel. Een henkel? Ja. Deze gebruikten ze veel voor mensen die wat problemen hadden met het lopen. Hmm. Want als je benen niet goed kan gebruiken, kan je hier is wel meer in rijden. Scootmobiel. Bijvoorbeeld. Ja. Want als je hier in zit. En het bromfietsje zit er eigenlijk langs. Hè? Het is ja, eigenlijk een bromfiets, maar die hangt er langs. Als je moet remmen en je kan wel je armen gebruiken, dan druk je dit naar voren toe. Okay. Ja. En dan stopt die. Dat is in feite je rem. Wat een uitvinding dan. Staat hier. Ja. Zie je? Ja. Dat was wel handig, hoor. Niet te geloven, hè. Wat vind je een hele uitvinding voor die tijd. Ja, zeker. Klopt, ja. Ben ik even geloven.
Er was een keer een echtpaar, die kwam daar een beetje vandaan, uit Oost-Duitsland. Die vertelde er ons. Hé, hey, dat vond ik nou hoor. Dat was wel grappig. Dat, als je dat direct het geluid hoort van die motor, ja, ja, hoor je dat dan? Ja, die hadden spargelen en melk is in. Ja, die kleintjes wel. Maar dat geluid van die driecilinder bijvoorbeeld, dat hoor je ook wel als je scheepjes langs hoort varen. Echt die oude bootjes. Bop, 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 bop. Met derde geluid werd het, hè? Dat hemeltje. Dat is een Junkers. Daar zit een compressor aan gekoppeld met die luchtvaten om te zorgen voor de stadlucht die we hier in het gebouw hebben. Ja. Nou, wat had ik. Even kijken. Dat moet ik even vragen. Want dat hebben we daar veranderd op mijn aflevering. Hé? Hey. Die jongens, die ook zo daar, dat is je ook niet. Moet die kant op? Ja? Ja. En zou je met de hand kunnen starten of elektrisch? Ja, dat had ik al begrepen, dus jullie het veranderen. Ja, als je met elektrisch start. Ja? Oké. Okay. Thank you.
door één persoon. Eén persoon, ja. Dit Jack, ene? Jack Appelman. Oh. De man die was 43 jaar. Ja. Toen kreeg hij 2 hartaanvallen. En toen mocht hij dus niet, kon hij niet meer werken. Ja. En toen heeft hij dus zich gestort op het, maken van deze spulletjes. Ja, dat is wel... veel uren werken, hè. Veel uren werk. Oh. Ja, dat is het. Mooi, nee. Alles wat je binnen? Alles wat hij gezien heeft. Door één man gemaakt, denk ik. En deze man had een fotografisch geheugen. Door één man gemaakt. Alles wat hij zag, dat kon hij... kon hij namaken. Werkplaats, kijk heen. Oh, mooi. Dat is mooi. Hij heeft op deze school heeft hij gezeten, lage school. En daar heeft hij dus alles wat hij in die klas heeft hij in het kort in het klein bedrag gemaakt. Hij was heel erg handig. Wie heeft dit gemaakt, Jan? Dat heeft hij allemaal zelf gemaakt. Dit ook? Ook deze ook kasten, ja. Dus heeft, er wordt ook allemaal bij. Oh. Hij heeft 3 van die kasten gemaakt. Zulke? Ja, die grote kasten. En er was veel, er waren al 3 weg. En dan heb je er eentje weer teruggekocht. Oh. Dat is waar ik allemaal de uit. Wel gedwongen is hij door deze hobby gekomen. Ja, ja dat had ik. Zondags dan maakte hij een pan soep. Ja. En van het bot wat erin zat, dan maakte hij dus deze kleine spulletjes. Serieus? Dat is allemaal pijn. Ja, moet ik daar eens even filmen. Hoe is dit van gemaakt? Ik vertel het nog. Dit heeft hij dus gemaakt van die merkpijp. Hè? Oh. Wat hij zondags in de soep deed, dat, dan maakt hij hem schoon en dan maakt hij deze onderdeeltjes van. Oh, dat is toch niet normaal? Gewoon schone merkpijpjes. Ja, ja, ja. Ja, die is al een tijdje weg. 2019. Deze meneer heeft gelijk gemaakt wat hier staat. Ja. Alles wat hier rond staat. In het museum heeft hij gemaakt. Ik kan ook wel redelijk knutselen, maar dit weet ik niet meer. Ik heb wel een collega. Je hebt ook altijd het hout gedraaid, de schemerlampen. Ja, ik heb ook altijd... Ik zet ook wat binnen. De hele schoolverzameling. Eind van de Dorpstraat zat hij, dat was een winkel van hem. Ja. Vroeger, voor mijn 10e. Was in Nisserode, ja. Bij de Wikkelen, Nisserode.
Ja, ligt daar. Ja. Midden in het dorp ligt met het gemeentehuis daar. Er stond vroeger een heel oude café, de Brouwershoeve. Ja. Dat is. Weet je dat? Ja. Dat is. Dat komt bij de oude Vodden en Lompen vandaan. Iemand die dus op een gegeven moment alles na ging pluizen wat de mensen inleverden en daar heeft hij dingen uitgehaald. Ja, ja. Van overleden mensen. Als ze een oude kleding inleverden. Ja. Een wilde gehad, die heeft hier dat allemaal. Dat kan allemaal hier uit het dorp of? Afgedeur overal vandaan. Ja, ja. Heel, in ja. Nederland. Nou ja, hij heeft in het gasgebeuren gewerkt. Ja. En dan kun je, zet je eerst rang, hè? Dan had je nog de. Ja. Waar je dus een muntje in moest gooien. Oh, die? Ja. Ja. Inderdaad. Een muntje? Welke? Ja, die. Oh, die ja. Die grijze die ertussen zit. Die grijze. Ja, ja, ja. En degene die ernaast staat ook. Die ook trouwens, ja. Inderdaad. Ja. Met meters. Dit is ook een mooie verzameling. Een timmerman. Dit is het enorm werk maar met allemaal schaafjes en mop. Maak hier klompen neer? Heb je ook klompen? Wordt er klompen gemaakt? Nee, nee, nee. We hebben wel iemand die klompen maakt, maar die is ook er niet. Oh. Er stond toch een machine die deed klompen maken. Ja, ja. Dat is een tegenwoordig, ja, die vroeger deed met de hand, maar daar stond een machine in de gamer. Oké. Okay. Een oude machine, zeg maar, die klompen maakte. Ja, ja. Ja. Ja, het was gewoon een dorp met café en alles en restaurant. Dit is orde eigenlijk in feite. Nee? Moet je daar ook eens naartoe gaan? Ja, Orgeltuin in Drenthe. Ja. Dat is ook een museumdorp. Oké. Okay. God, wat dat is weer een andere richting uit. Ja, dat is. Als ik zo dat van Geemert hoor, alleen Orvelt is dan meer op het boerige. Die schaafjes daar boven. De bijtelijkjes. Zaagzetters. Hier is naartoe gaan. Ja. Yes. Ja. Nou, schaaf is niet vlakbij. Ja. Het is 10 kilometer. Ja. Dat is een houten motor. Dit heb ik er nog voor gedaan, dit gedraaid. Ik heb ook een draaibank, houtdraaibank. Ja. Ik zelf gemaakt. Die maakt niet van een oude veilen. Oké, okay, ja, dat kan het. Dat is mooi hoor. Dat is keihard. Ja. Ja, alle soorten veilen kon ik binnen dag door die tolken van de perceweken. Die waren die sleep ik een beetje bij en waren rond en ja. Gewoon wel gemaakt. Ja. Nu doen ze dan een mondkapje op. Ja. Dat doen we ook niet. Ik doe een brand op. Ik meen die grote vaas. Een van die grote vazen.
hebben ze een keer 400 euro voor geboden. Ja. Hij zegt, ik verkoop hem gewoon niet. Ja, maar er zit manuren in. Ja, nou ja, afgezien daarvan. En die ziet ze nooit, hè? Het is maar één. Dat ja. Is maar één, ja, ja, ja. 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 Zo heb je ook een aantal van die orde gemaakt. Wat voor hout. Wat kost die? Te veel. Om te verkopen. Ja, dat is ook. Ze uren vertellen? Ja, nee hoor. Nou, die man die kan het zelf namelijk niet meer vertellen. Nee. Nee, ik zag dat hij overleden is. Ja, ja, een paar weken terug. Ja. Inderdaad. Die daar gemaakt net, ja? Ja, ja. Staat daar op de foto. Ja. En die trap, hè? In het hoekje staat hij op de foto. Al, ook allemaal. Mm-hmm. Hij is, dat was hij 84. 84. Ja. Hij zat op zaterdagmiddag met zijn vrouw in de Mars Verstappen te kijken. En hij legt zijn hoofd zo neer. En we slaan. Oh. De schoenmaker, ja. Een oude machine dit. Oh. Ook een vaak apart. Ja. Echte denkentoys, zeg maar, ja. Het was een dure verzameling, maar er was niks meer van over op een gegeven moment. Ja, je hoeft zo'n ding maar. Oh, die heb ik ook nog in, ja. Die komt in mijn hobby. Oké. Okay. En hier is nog, had ik hier. Ja, zie je, heb ik nog. Ik heb nog zo'n... Dit was een fotograaf in Amsterdam. Oh, films af te draaien, daar heb ik ook nog eentje daar, zo'n ding. Ja. Ja. Toen die man overleden was, zijn jongens die wilden het allemaal bij elkaar houden. En dan zijn ze hier naar dit museum toegekomen. Ja. Zeggen, nou, hebben jullie daar plek voor? We willen het eigenlijk allemaal graag bij elkaar houden. Dan wordt er een zeker plekje voor gemaakt. Ja, ik heb een voorbeeld gehoord, maar die echte die kapot waren, die heb ik toch allemaal weggegooid. Ja. Maar mijn eigenste films heb ik nog gelijk bewaard. Die heb ik nog gelijk. Mm-hmm. Ja, dat waren oude toestellen. Ja. Komt dit ook allemaal van hier? Dat is allemaal van die fotografen. Oh, dat is wel mooi, dat is apart. Ja, dan zeg ik, één toestel kocht hij voor zichzelf, een nieuwe. En de rest was voor de handel. Dat was lekker niet. Ook van één verzamelaar? Nee, dit is gewoon een verzameling. Oh, zo. Die hangt ook aan de camera. Hier hebben we een opstelling gemaakt. Waar eigenlijk dit als symbool is. Oh. Wat daar allemaal in staat, stop je nu hierin. Ja, klopt. Ja. Oh, maar ik heb wel verschillen in kaartjes, hè? In snelheid, hè? Dat moeten we wel in de gaten. Ja, ja. Zijn beide, kunnen duurt een uur voor je van op computer staan, maar zijn dan beide binnen 10 minuten. Ja. Die zijn veel sneller, hè? Je moet wel 3.0 hebben. Ja. Anders dan schiet het ja, niet op. 3.0, ja, klopt. En je computeringang moet er ook geschikt voor zijn. Ja. En die beep of je doopjurkjes. Die kinderwagens van begin 1900. Oh. Ja. Een hele verzameling. Mm-hmm. De bovenkant van de bovenkant ja. Van die motor. Ja. Wat gaat daar erin? Dat is de uitlaat. Dat is de uitlaat? Ja. Dat is de uitlaat.
Boskul. Een schaats hier in de buurt. Ja, dat hebben we vroeger wel kunnen doen. Ja, wou ik zeggen. Ja. Dan kunnen jullie meer dan bij ons. Ja, maar ja, dat is tegenwoordig ook behoorlijk veel minder geworden. Ja. Nou, dan zijn we nog 11 steden toch mee gereden, zeker of niet? Oh, dat is al best. Ja. Nou, ik hier in het dorp zit. Ja, dat is wel wat los. Precies. Wat die schilder die u daar ziet, dat is gedaan door de eigen.